zitten in de combi, onder water een beetje. School erf helemaal onder water. Wauw, kijk die school erf. Helemaal onder water voor de kinderen, zo erg. Ik alleen de klas. Oh, dat is erg, ja. Echt. Zeker voor en in de pauze moeten ze binnen blijven, want dan gaat het dan ook in de klas. Is erg, ja. De ouders dan bellen om hun kinderen te komen halen. Wauw. Ik heb geprobeerd hoor, maar dit is het. Ja, is of is erg, ja, wat ze niks doen voor die kinderen. Dus we lopen allemaal vandaag nog meer in. Ja. En niet iedereen heeft laarzen zoals dat meisje daar. Niet iedereen kan het betalen. Nee. Ik hoop het ook voor de kinderen, ook voor jullie allemaal. Ik denk dat de kalkenzuiger was geweest. Ja. En dat ze mag zeggen: mijn groot probleem is niet binnen, het is op straat. Die riolering toch? Ja, ja, ja. Ja. Ja, klopt. Want kijk, als daar opgeschoond is, rent het water direct daarin. Ja. Maar omdat het niet opgeschoond is, dan komt het op het terrein. Ja. En dan blijft het zitten. En soms 2-3 dagen. Ja, klopt. Klopt. En, dan wordt het en allemaal ziektes hè, aan je voeten, allerlei ziektes. Ja, want dan wordt het glibberig toch? Ja, en je krijgt allemaal, kan eczeem krijgen hè? Ja, gebeurt ook. Dat is erg. Als OV komt en ze de straatrioleringen voor ons opschonen, dan gaat het water sneller weg. Maar nu, die putters zijn schoon, dus wat gebeurt er? Dat water van de straat komt via de putten. Ja. Ja. Dat gebeurt. Want daar is een put hè? Ja, kijk. Ja, ik zie het, ik zie het. Ja, ik zie het. Daar, achter de school, hier is er ook een put. Ja. Maar die is zo verzadigd. Ja. Ja. Dat water komt naar boven. Dat gebeurt. Ja, dat gebeurt. Kijk, daar op de kleuterschool hebben we ook een put. Ja. Dus over het algemeen moet ik direct weglozen. Eigenlijk wel. Verstopt, want ik heb ze wel tot 2 keer toe afgesloten. Ja. Jij kan het elke keer doen en het kost bijna 9000 SRM te doen. En de straat bezoeken. Ja. Ja. De stad, eigenlijk is het een taak van de stad daarmee. De dingen. Afdeling moet heel erg onderhoud. Er is een afdeling, openbaar groen, die ermee belast is. Ah, ja. Ik heb ze ook al aangeschreven, foto's gestuurd, maar ik heb nog geen bericht van ze gehad. Dus ik heb weer een paar foto's gemaakt, ik ga ze van ja. Ja, je hebt gelijk, anders gebeurt er niks. Ja, je moet door. Ja, je moet door blijven gaan. Blijven sturen. Ja, zeker. Zodat ze moe worden. Ja. Ja, de kinderen zijn de dupe altijd in alles. Dus ik blijf sturen wat het zo aan. Dus hopen dat het vanavond niet regent. Maar ja, maar het lijkt er toch wel op hoor. Maar de droge tijd komt eraan. Ja, de droge tijd komt er is het droog. Ja, en dan heb ik planten. Ik heb mijn planten geleerd. Oh ja. En de regen, dit gaan ze altijd doen. Maar ja, en met 10 uur klokjes. Oh ja. En soms is het helemaal daar, hè. Voor baby stoep. Ja. Het is erg. Vandaag toch niet zo hard geregend. Het is oké, morgen. Is goed.